Goedemorgen. Good morning. We zijn, nou, volgens mij 4 jaar hier in SeaWorld. Ik zei het zijn al. Yay! Manta! De Manta ga ik jullie zo laten zien. Vroeger waren we expert, nu weet ik niet of ik er nog in durf. Dat scream! No! Om even dus weer in te komen, gaan we even naar achter in het park. Daar heb je de Kraken. Dat is eigenlijk onze all-time favorite achtbaan. Het is gewoon een beetje een lekkere inkomen. Hij is niet heel eng. Hij is gewoon lekker. Relax. Jullie zullen het zo zien. Het is lastig uit te leggen. Maar ja, daar gaan we dus nu naartoe. Wij hebben trouwens Fastpass gekocht, dus we mogen hierheen. Fastpass is dus dat je niet in de rij hoeft te staan. Moet je iets meer betalen, maar it's worth it. We zeiden, dit wordt even een opwarmertje. Nou, dan ben ik nu bang voor de Manta. Ik had hem even niet meer zo. Een beetje wat er niet mijn benen. Wow. Goed. Ja, de sfeer even. Heavy. Moet het er even niet komen. We gaan nu in de nieuwste achtbaan. Die zijn we nog nooit in geweest. Als ik me goed herinner, is dit de snelste, langste, hoogste achtbaan van Florida. Dus ik ben benieuwd. Hij heet Mako en het gaat over een haai. Dit wordt nog wat. We're in the park! Deze was wel heftig van het begin, hè? Ja. Holy shit! Ik zat aan de buitenkant, was er een paal, die stond heel dichtbij. Nou, het leek echt alsof je er tegenaan knalde. Oh, het was echt... En ik zag steeds Yuri naast mij zo van... Duik, duik! Wow. Maar wel handen in de lucht. Dat was weer heel leuk. We gaan nu in de Journey to Atlantis. Woehoe! Dat is ook onze favoriet. Die hebben we al 1000 keer gedaan, maar die blijft leuk. Yes, so. Okay. Ik zie je de handdoekje daar in.
allemaal naar jurkjes draaien. Zo, we zijn zwaar getroffen. Wel lief dat ze handdoeken voor ons hebben klaargedaan. Oh. We willen nu in de nieuwe Infinity Falls, maar het lijkt alsof die helemaal stil is. Heb je daar niet voorbij dan? Deze is echt pas 2 weken open of zo, maar hij is dus nu dicht in verband met technical difficulties. Dus we moeten elke keer maar komen checken of hij weer open is. En ze weten niet of hij nog open gaat, wanneer hij open gaat, omdat ze dat pas weten als hij weer aan is. Dus we liepen net langs de Orca Show. We wilden er echt niet heen. En we liepen er langs. Zijn we toch gaan kijken. Ik made me sick to my stomach. Ik wil er nooit meer naartoe. Dit vind ik echt vreselijk. Ik heb de documentaire van Blackfish gezien. En daarom. Dus als je die niet gezien hebt, moet je even kijken. Het is echt horrible wat hier gebeurt. Maar wij zijn hier dus helemaal niet voor die shows. Wij komen hier omdat wij de achtbanen zo gaaf vinden. Ja, eigenlijk moeten wij het ook gewoon bannen. Maar goed. Hij is dus inmiddels weer open gegaan, gelukkig. En je moest eigenlijk extra betalen voor de vastpas bij deze attractie, omdat deze dus zo nieuw is. Maar mijn moeder liet gewoon haar ding zien. En toen zei ze, oké, you can go. Dus we hebben maar niks gevraagd, niks gezegd. We zijn gewoon gegaan, want anders moesten we 45 minuten wachten. Drie kwartiertjes wachten. Wij niet. 2 minuten. Nog even een droge foto, Merel. Droog, Yuki. Hallo. Kom op, Yuki, volle laag. Nou, kijk maar uit wat je zegt, Bob. Ja, de hoogste vertical drop in het sky. Ben je nou niet naar achter? Oké, dacht je dat deed, hoor. Viel mee, daar komen we dus vandaan. Ja. Weet je wat wij gaan doen? We gaan even droog wapperen in Mako. Ja? Dat skip de lijn is zo leuk. Bye everybody! Bye! Doei! Wij gaan door! Toedeloe! Mam! Ben je al droog? Nee, niet echt. Nog maar een keer dan? Was wel heel leuk. Nog een keer? Ja, tuurlijk. Oké dan. Vlieg, je moet ook niet voor een achtbaan gaan vliegen. Dan ben je geplet. Rip, vlieg. Hij heeft wel een leuke dood gehad. Nog een laatste ritje in de achtbaan, hè? Ja, zeker. Oké, we zijn er nog een keer in gegaan. Zouden we dan nu warm gelopen zijn voor de Manta? Ik weet het niet, we gaan het zien. Zelfs in SeaWorld staan we bij de Christmas ornaments te kijken. Hey. Oh, kijk nou! Oké, we gaan dus nu in de Manta. Ik weet eigenlijk niet of we er goed aan doen om het nu nog te doen. We hebben al vaak de Mako gedaan en de Crackle een keer. We gaan het proberen. We willen het in ieder geval even laten zien aan jullie. Ik twijfel ook een beetje. Deze achtbaan die gaat dus op je buik. Die vonden we altijd heel leuk, maar... Als eerste. Nu een beetje bedrijf. Ja, we gaan het zien. Please remove all items.
items from your pockets, such as wallets, keys, and cell. Het is goed gegaan. We dachten echt dat we er heel misselijk van zouden worden, want er is, omdat je dus op je buik hangt, maak je de looping naar voren. Dus zo. Waardoor je hier op de grond, in de grond wordt gedrukt en die is zo zwaar. Nou, die is echt... Dus dit is echt de koning der achtbanen. Maar dit is toch wel, is en blijft de favoriet. Dit is ook gewoon met niks anders vergelijkbaar. Goeie afsluiting. Er is geen achtbaan zoals deze. Nee. Hou op met je Efteling, met je Walibi. Hou ze bij je. Nee joh. De beste achtbanen zijn gewoon in SeaWorld. Daarom. Dat was een toppie. Bye bye SeaWorld. Hey, our taxi is here. Even bijkomen na al die achtbanen. Echt onze favoriete salade, de wedge salad. We zitten al ongeveer een half uur voor deze jongen broeken te passen. Die zijn er dan wel niet geworden. Send help, please. Whoopsie. Can I have a milk? Platzak. En één keer per week maakt mama altijd haar fabulous spaghetti. I can't wait. With the famous Texas roast. Yeehaw! I forgot that. They're in the oven. Zei ik net zo. Die kringen zijn heet. Dit zijn de Texas roast. Knoflook. Brood.